in een spannende dag vandaag. Heel zeker. Dus nu, ja, gelukkig staat er alles weer op. Dus een week of drie geleden hebben ze eraf gehaald. In verband met de hele slechte start van de wieserplaten, de sleepcontacten en de motoren. En we hebben dat in 2007 bij de gemeente aangevraagd. In 2007? In 2007 hebben we het aangevraagd. Maar in verband met de omschakeling van Roggel naar Leudal is dat dus geen lange route gelopen. Maar we hebben dus nog het oud contract, wat de gemeente haai, Roggel en Neer, dat hebben we nu in Leudal dat ook gedaan. Dus dat werd eigenlijk gesponsord door de gemeente Leudal. Dus zodoende. Wat was er mis met de klok? Op eerste plaats de sleepcontacten van de verlichting. Ze waren heel slecht. Dat heb je kunnen zien, want het brandde af en toe lampen neer. En dan de vogel, die zit op de wieserplaten en die kratst dan met haar peurt het blaadgoud van de cijfers af. En de verlichting dus ook, de lampjes worden kapot. En normaal is er ieder jaar kom je een ongehoord, maar op een gegeven moment was het zo slecht, er was niks aan te brappen. Het moest gewoon gans straf en te gooi gemaakt werden. En dat is nu gebeurd en daar zijn we heel blij met. En gelukkig weten we nu een Roggel weer wie laat het is. Heel zeker, want hoeveel mensen dat mij gebeld hebben en mij aangesproken hebben van ja, maar wanneer komen die klokken terug? Nog voor nieuwjaar? Ja, ik zeg nog voor nieuwjaar. Maar dat is toch wel een begrip dat de gemeenschap zo druk naar de toren kijkt hoe laat dat het is. Dus, ja. Nee, ik vind het heel fijn dat het nu weer achter druk is. We kunnen wel rustig verder. Oké, dankjewel. Graag gedaan.